Ik ben hier op de Kleine Hei in Herpen. Ik weet niet waar het is, voor mij is het onbekend gebied. Bij mij, Jan van Berkel. Jan, vertel eens, waar is de Kleine Hei? De Kleine Hei, die ligt ten oosten van de Schaikseweg. Dus aan de Herpse kant. Dat is de Kleine Hei. En de andere kant is de Grote Hei. Ontstaan doordat de nieuwe weg in 1865 naar Schaik is getrokken vanaf de handwijzer. En zodoende hebben ze dit Kleine Hei genoemd. Ik weet dus niet anders. Jan, we lopen hier door een pad uitgegraven. Wat is dit? Dit is een loopgraaf. Dus een loopgraaf in de mobilisatie gegraven. 39, september 39. En waar was die voor bedoeld? Die was voor bedoeld. Dit was de noordelijkste punt van de PL-raamstelling. De PL-raamstelling die liep van onderaf, van de pakweg Gennep, tot hier toe boven. En dat waren allemaal om de Duitsers te stuiten, eventueel moeilijk te maken. En werden op de hele lengte van bovenaf, van de Maas tot onder aan Gennep, werden PL-raamstelling geconstrueerd. Dat zijn allemaal loopgraven, kazematten, alles. En die loopgraaf, die is ook gebruikt, hè? We lopen even verder. Ja. Die is ook gebruikt door soldaten. Door waren dat voor soldaten? Nederlandse militairen natuurlijk. Die waren gelegerd in barakken bij ons in Herpen in de Broekstraat. Langer al stonden al die barakken. Die waren van het, dat was de 3e bataljon van het 14e regiment infanterie. Waar kwamen die militairen vandaan? Waren dat Nederlanders? Ja, natuurlijk. Die kwamen allemaal, dat 3e bataljon of het 14e regiment, dat kwam allemaal uit provincie Zeeland en ook uit Zeeuws-Vlaanderen. Want destijds, die zijn nog vaak bij ons geweest in de Broekstraat, op bezoek, later nog na de oorlog. Ramelo, Wijnen, die namen waren er altijd. Nou, op 10 mei brak de oorlog uit. S'morgens vroeg uiteraard. Dus waar dit voor bedoeld was, de militairen, de Duitsers die eventueel in Ravenstein over de Maas kwamen en hier gehinderd moesten worden, die kwamen helemaal niet, want s'morgens vroeg al de brug van Ravenstein de lucht in. Ze konden er al niet meer over. Bovendien waren ze s'morgens om 5:00 of 6:00 in Katwijk al over de Maas. Dus dat hele leger trok zich gehaast terug. Herpen werd geheel geëvacueerd. Daarom is al wat in Herpen woonde, ten oosten van de Schaikseweg, moest daarachter. Anders zouden ze tussen dit vuur en Ravenstein in liggen. Er is dus verder in de oorlog hier helemaal niet meer gevochten. Verder is er niet gevochten. Ze zijn teruggegaan naar die troepen. Zijn wel jongens gesneuveld, later nog natuurlijk. En ook die majoor, de commandant van de 14e regiment, majoor Depke heette die, die is gesneuveld in Dungen. En na de oorlog is die gewoon ingestort of hebben ze hem dichtgegooid? Ja, maar kijk, het is 70 jaar geleden. 71 eigenlijk dus, hè, dat die gegraven is, dat is verwaaid, er kwamen boeren grond halen, er was overal, er lag er al veel meer. Hè. Daar lag er eentje, nog een heel stuk. En daarachter lag er nog een heel stuk. Er lagen heel veel van die loopgraven hier. Het was echt een loopgraafgebied. Ik heb horen zeggen van mensen die het ouder zijn, dat dit ook in de oorlog een hele mobilisatietijd gebied was waar je niet mocht komen. Nu ben jij deze week begonnen met het opnieuw uitgraven van de loopgraaf. Ja. En waarom doe je dat? Dat heeft te maken met die panelen. Die panelen oorspronkelijk. Welke panelen? Die doorzichtpanelen dus, hè, die de gemeente gaat plaatsen. Dat de werkgroep cultuur, historie, buitengebied gaat plaatsen. Er worden er 16 geplaatst in de hele gemeente. Lid is er nog niet bij volgens mij, maar oké. En in die 16 worden verdeeld over 4 heemkundekringen. Dus Meeke, Berchem en Herpen in Woord, de stichting Herpen in Woord en Beeld is beschouwen ze in Os ook als een heemkundekring. En ik vertegenwoordig de stichting Herpen in Woord en Beeld. Zo en heb jij deze locatie ingebracht? Ja, deze locatie. We hebben 4 locaties ingebracht. Ik heb met Wim van Bokstel
toen dat vorig jaar bekend werd, heb ik met Wim van Bokstel wat rondgereden. Ik heb wat uitgezocht en we hebben samen die dingen op foto gezet. Jan, ja. Hoe wist jij precies dat hij hier lag? Nou precies, ik wist dat hij dus in deze eikenwal lag. Gelegen moet hebben. Wij kwamen, hebben hier ook land liggen vroeger. Dus wij kwamen regelmatig vanaf ons jaar 5, 6 al hier. En werd steeds weer mij verteld door mijn vader uiteraard. Hè. Hier lag een loopgraaf van die en die. Zodoende. Maar je hebt wel eerst een onderzoek gedaan. Nou, in principe heb ik dat niet gedaan. Want ik wist gewoon dat je lag. Maar ik wist niet exact waar je lag. Toevallig. Want kwam gisteren Paul Spanjaard, die belde dus en die zei van Jan, we moeten wat sleuven graven enkele, want ik wil toch kijken of we hem nog kunnen ontdekken. Ja. Toevalligerwijze kwamen we ook allemaal op dat ijzer. En ik weet van vroeger uit dat al deze soorten ijzer, en nog dikkere, die zaten allemaal onder in die loopgraven. Van als wij zand gingen halen, hier ergens in de omtrek, dan zei mijn vader altijd, dat komt uit die loopgraven, begrijpt hij? Weet je ook waar ze dat dan voor gebruiken? Ja, ik denk gewoon afrastering, gewoon voor de loop van een half jaar. Ja. Dat maakt ook fijn niet uit. Maar het zit in die loopgraven en die kwam ik in die sleuven tegen. Dus ik zat helemaal goed, ik zat op de juiste plek. We hebben er ook nog een kamer bij gemaakt hier. Die hebben jullie erbij gemaakt? Ja, ze zeggen, wat is een kamer? Ja. Een kamer, die heb je hier meerdere liggen, daar ligt er eigenlijk nog één. Die hebben dus, maar hebben we deze teruggebracht, een beetje. Een kamer is als de militairen komen 's morgens met bepakking en ook eten, zware en allerhande dingen, die moeten ze ergens kwijt en anders loop je elkaar in de weg. Dat begrijp je, hè? Dan kun je niet naast elkaar heen. Dus hier werden in die kamers werd en of munitie en allerhande rariteiten en geweren ingezet. Naast het prikkeldraad of de ijzer wat je gevonden hebt, is er nog een bewijs en dat zit hem in de lage grond. Ja. Dat zit lage grond. Ja, die lage grond, die zijn er natuurlijk, die gelaagdheid in die grond, die kun je op sommige plekken zien. Kijk, al die bomen zijn er later ingegroeid en bijgegroeid. Behalve misschien daar zo'n eik, die zal er wel gestaan hebben en zoiets. Maar de rest is er natuurlijk allemaal ingegroeid. En ik moet dat traject, moet ik uitvoeren, wil ik ook zo uitvoeren, zonder dat ik bomen om hoef te doen. Mm-hmm. Dus maar super toevalligerwijze heb ik precies de route waar de loopgraaf lag. Want die lag natuurlijk bochtig, hè? Die lag bochtig, dat was geen rechte lijn, want dan kon je elkaar nog raken. Dat snap je. De bedoeling is dat dit een wandelpad wordt. Mensen van het paviljoen van Herperduin, die komen door het bos heen, die andere kant op. En dan komen ze hier, kunnen ze hier door de loopgraaf heen, zo naar het paneel. Naar het doorzichtpaneel aan de andere kant. En ze kunnen het van de andere kant afvinden. Maar die wanden die blijven zo, die wanden, moeten begroeid. Die houden wel bij. Er zit onderhoud aan, maar dat wordt opgelost. Je had het net al even over het paneel. Ja. Dat komt aan de voorkant. En daar gaan we nu even naartoe. Oké. We zijn. Het is wel uniek, hè? Denk er goed aan. Ja. Jan, we zijn aan het begin van de loopgraaf waar jij zei dat het paneel komt. Dat is hier, ja, hè? Wat wordt het voor paneel? Dat wordt zo'n paneel met zo'n dikke palen. Ik zal er even naartoe lopen. Met zo'n dikke palen, net als op Herperduin bij het paviljoen staan. En dan komt er hier een paal, een dikke, en hier een dikke. Zo. En dan komt die plaat tussen. Daar komt die plaat tussen. En daar komt op te staan wat hier is. We hebben een voorbeeld gehad van drie militairen achter een mitrailleur. Maar die konden we niet genoeg uitvergroten. Okay. Want hij wordt 80 bij een meter. Hij moet niet te klein worden, want dan heb je er niet veel aan. En als je dan door dat plaat heen kijkt, door dat doorzichtpaneel, zo heet het ook, hè, dan kijk je meteen in de loopgraaf en dan weet je ook meteen wat er te doen is. En er komt ook een bank bij te staan. Komt die ernaast of op een ander plekje? Ja, moeten we nog even kijken. Met Tony even bekijken. Die picknickset, een hele mooie picknickset, komt hierbij. Maar die mensen hiervan tegenover moeten ook met hun auto kunnen manoeuvreren. Hè? Vrij grote vrachtwagens. Maar die komt in ieder geval hiervoor staan voor het doorzichtpaneel. Voor de ingang
van de loopgraaf. En wanneer is dit alles gerealiseerd? Nou, die bank die kan al vrij snel gaan, maar die, ik zeg al, die foto waar Paul Spanjaard mee bezig is, dat is, dat moet in Renen is hij daar nou aan het zoeken. Bij de Greppenberg hebben ze veel van dat materiaal, hè. Dus en een van die dingen komt hier staan. Jan, ik vind het een heel mooi idee. En ik wens je verder succes ermee. Dankjewel.